Brabant. Ja, Brabant staat bekend als de drugsschuur van ons land met vele drugsafvalvondsten. Uit Amsterdam kennen we de mokromafia met de afrekeningen. En via de Rotterdamse haven, dat weten we ook al heel lang, komt er heel veel drugs ons land binnen, duizenden kilo's. Maar de regio Utrecht, daar weten we veel minder over. Terwijl Utrecht de hoofdrol zou spelen in de internationale cocaïnehandel. En die schimmige wereld, daar vinden ook liquidaties plaats. Dat stelt de Taskforce Georganiseerde Misdaad van die regio vandaag in het Algemeen Dagblad. Onschuldige burgers zijn ook slachtoffer. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de liquidatie vanmorgen in Nieuwegein. 1:43 precies. Ik hoor opeens 6 schoten. Schotengeluid, bang bang, dat heb ik gehoord. Ik kwam beneden aan en ik zag hem daar liggen, door zijn hoofd geschoten. De Yapura dreef nam een schutter een rijdende auto onder vuur. Twee mannen in die wagen raakten gewond, maar ook een 81-jarige vrouw die in haar woning lag te slapen. Toen stond ik op uit het bed en ik bloedde als een rund. De man op de compositietekening die we zo zien wordt sinds 7 juli gezocht in verband met de moord die werd gepleegd op de parkeerplaats bij station Breukelen. Slachtoffer die dag was Jair Wessels. Vanochtend, iets voor 9 uur, wordt Redouan Bakkali op zijn werk aan de TT Melissaweg in Noord doodgeschoten. Broer van Nabil Bakkali is vanochtend in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Ja, en dat had natuurlijk een hele duidelijke link met Utrecht. Dit waren fragmenten en die gingen allemaal over die liquidatie dus voort zouden komen uit die internationale cocaïnehandel in de regio Utrecht. Ik ga erover praten met misdaadjournalist van het AD, Jelle Tieleman, hier in de studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat die taskforce daar heeft gezegd over de georganiseerde misdaad, was dat ook jouw beeld van hey, wat blijft Utrecht onderbelicht, terwijl daar ik weet niet wat aan de hand is? Nou ja, wat er altijd wel dit idee was, is dat Utrecht en Amsterdam, dat ligt natuurlijk maar 30 kilometer tussen, dus dat er altijd veel samenwerking tussen was, maar dat Utrecht echt ja, de leiding had, de regie op. Er komt iemand bij om de microfoon iets dichterbij te zetten. Dat klinkt nog beter voor nog de luisteraar. Beter. Ja. Maar dat Utrecht echt de leiding had over de regie op die cocaïnehandel, ja, dat inzicht, dat is wel ja, toch nieuw. Ja, wat de fragmenten betreft, jij kan ze waarschijnlijk herleiden. Kun je daar iets meer over vertellen? Waar doelde zij op? Ja, dat zijn liquidaties die eigenlijk de afgelopen 1,5 jaar hebben plaatsgevonden. Allemaal te maken hebben met Utrecht en met de twee kopstukken die Utrecht heeft voorgebracht. Het zijn Ridouan Taghi en Said Ratsouki. En zij worden een beetje gezien als de Hollederen van hout van nu. Maar dan niet de Hollandse penose, maar ja, uit de Marokkaanse hoek. En ja, zij worden op dit moment gelinkt aan wel 20 liquidaties. En hebben jarenlang tonnen cocaïne het land binnengehaald, vermoedt justitie. En ze zijn zoek. We weten niet waar ze zijn. Maar nu is dit van de afgelopen 1,5 jaar. Betekent dat ook, want dat zou goed nieuws zijn, dat dat ineens groot is geworden? Of is dit al heel lang gaande en wisten we het gewoon niet? Het is al lang gaande, ja. Ik denk dat de mokromafia, zoals wij dat een beetje hebben leren kennen, dat is in 2012, is die liquidatie in de staatsbuurt van Amsterdam, dat is toen begonnen. Ja, maar het was wel eerst Amsterdam. Ja. Precies, maar op de achtergrond speelde dat al veel langer. We hebben jarenlang hebben daar geen zicht op gehad. En door al die liquidaties, door die vele schietpartijen, ja, zijn politie en justitie daar toch heel erg goed naar moeten gaan kijken. En zo zijn die mannen in beeld gekomen. Nu zijn ze al in beeld. We weten dat het Marokkanen zijn. We weten dat ze in het buitenland zitten. Dan zou je denken, nou, dan is het wel bijna klaar met het probleem. Ja, dat zou je zeggen. Alleen ze blijken toch in staat om vanuit het buitenland ook hun handel voor te kunnen zetten. En zelfs liquidaties te kunnen voorbereiden en uit te laten voeren. Ja, dat zegt wel iets over de slagkracht van dat netwerk en van ook de ongekende wreedheid eigenlijk. Op het moment dat er dus een kroongetuige opstond die zei, deze twee mannen die zijn verantwoordelijk voor allerlei liquidaties, staan aan de top van het bedrijf. En 6 dagen later wordt de broer van deze kroongetuige doodgeschoten. Ja, dat is ongekend. Ja. Hebben wij aanwijzingen dat er nog steeds zulke vrede mensen rondlopen met allerlei plannetjes? Of denk je, nee, dit was toch wel het laatste? Nou ja, wat je ziet is dat het na de moord op de broer is het wat rustiger geworden. Maar dat lijkt een soort stilte voor de storm. Er speelt ongelooflijk veel op de achtergrond. Deze twee mannen zijn natuurlijk zoek. Weten niet waar ze zijn. Politie en justitie zijn heel hard op zoek.
Maar er gebeurt nog steeds van alles. Maar ook in het buitenland, want als ze daar zitten, dan heeft het weinig zin dat ze hier daar druk mee zijn met het zoeken. Nou ja, er gaan wel verhalen dat zij nog steeds transporten met cocaïne naar dit land sturen. Of via Antwerpen of via Spanje. Ja, dat is nog steeds aan de orde van de dag. Vanuit de regio Utrecht, nog steeds. Ja, want zij hebben daar nog steeds mannetjes, dat netwerk, dat is nog steeds werkende. Hoe kan dat, dat zij deze mensen in die regio Utrecht zo in hun greep kunnen krijgen? Dat heeft toch wel te maken met de grote hoeveelheden geld die ermee te verdienen zijn. Met een beetje transport, en dan heb ik het over bij wijze van spreken 4000 kilo... Ja, daar verdien je 150 miljoen euro mee. Dat is ongelooflijk veel geld. En als je dat jarenlang hebt kunnen doen, dan heb je heel veel geld verdiend. Maar dan loop je toch makkelijk in de smiezen? Ja, dat zou je zeggen. Ik zou ook niet weten waar ik het zou moeten laten. Maar ik denk dat dit soort mannen er heel lang over hebben nagedacht hoe ze dat moeten wegstoppen, hoe je dat moet witwassen. En dat is ook een van de problemen die taskforce zegt dat er zijn. En dat is dat er heel veel, ja, dat is met een beetje vies modewoord, ondermijning. Maar dat er dus heel veel bedrijven... Niks mis met het woord. Wel wat er... wat ermee bedoeld wordt. Op zich, het fenomeen is natuurlijk vreselijk. Ja. Goed trouwens dat je het woord gebruikt, want het is ook een woord dat CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg grote zorgen baart. Dat is ondermijning. Zij zegt, we moeten een landelijk gezamenlijke aanpak van deze vorm van criminaliteit organiseren. Zij vindt het ook van groot belang om dit probleem, ondermijning, het hoofd te bieden. Wat we zien is dat op alle plekken in Nederland de zware misdaad de bovenwereld probeert te infiltreren en op een genadeloze manier aan het huishouden zijn in onze wijken. Juist daarom is het zo belangrijk dat we die ondermijningsaanpak intensiveren. Extra geld is er nodig, meer politie en ook vooral meer recherche om erachter te komen welke organisaties er allemaal achter zitten. Daarnaast zien we dat we de straffen omhoog zullen moeten doen bij de georganiseerde misdaad en vooral ook de wapenhandel. En ik moet er niet aan denken dat die in nog meer handen van jonge gastjes komen die op dit moment een soort rat race aan het voeren zijn om interessant te worden gevonden in de georganiseerde misdaad. Ja, zij zegt eigenlijk van alles. Ook dat die straffen omhoog zouden moeten. Is dat misschien een reden waarom ze ook hier in Nederland zitten? Want, dat heeft er niet heel veel mee te maken. En bovendien, we hebben de afgelopen maanden wel gezien dat mensen die liquidaties hebben gepleegd, die gaan gewoon voor dik 20 jaar weg. Dus ik weet niet of dat het probleem is. Ik denk dat dit soort mensen sowieso met, ik ben op Radio 1, maar ik zeg het gewoon, scheid hebben aan dat soort systeem. Die maken zich daar echt niet druk om. Nee, dat is niet het probleem. Want ze kunnen ook zo ongelooflijk veel geld verdienen dat ze dat dan toch blijven doen. Ja. En ze nemen dat risico blijkbaar voor lief. Laatst was iemand, de burgemeester van Den Bosch was hier. En die zei, we hebben veel te weinig geld om de problemen in de regio in Brabant op te lossen. En Amsterdam wil ook heel graag meer geld. Is dat iets wat jij denkt dat in ieder geval gaat helpen als daar meer geld naartoe gaat? Ja, dat is zeker nodig. Voor recherchewerk? Ja, nee, dat is absoluut nodig. Want je ziet nu al bij de recherche dat ze al het werk helemaal niet aankunnen. En al zeker van dit soort grote drugsonderzoeken, financiële onderzoeken, dat vergt ongelooflijk veel. Dus dat er geld nodig is, dat is evident, dat moet. En wat je nu landelijk ziet, is dat er ook wel wat bij komt. Maar de vraag is natuurlijk, is dat genoeg? Want als je dat afzet tegenover wat de georganiseerde misdaad kan doen. Ja, dat is ongelooflijk. Daarbij komt dat de overheid natuurlijk ook wel weer andere middelen heeft die de misdaad niet heeft. Maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? De ondermijning in de regio Utrecht, is dat vastgesteld eigenlijk? Want we weten dan, in Brabant, mensen worden omgekocht. Dat soort verhalen. Maar hoe is dat in Utrecht? Wat weten we daarvan? De infiltratie vanuit de onderwereld naar de bovenwereld? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat er allerlei bedrijven zijn die toch op de een of andere manier faciliteren aan die cocaïnehandel, maar ook aan allerlei andere zaken. Twee weken geleden is er in Nieuwegein een heel grote inval geweest bij een groothandel in tuinbouwartikelen. Alleen, dat bleken geen tuinbouwartikelen te zijn, maar het bleek de leverancier te zijn van eigenlijk alle hennepteelt in heel West-Europa. Een gemiddelde jaaromzet van 25 miljoen euro.
voor de buitenwereld leek het een keurig bedrijf. Maar ondertussen gingen daar heel andere dingen in om. Ja, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Dus ook transport. Dus er moeten vrachtwagenbedrijven zijn die eraan meedoen. In de regio Utrecht. Ja, en denk aan loodsen. Want je moet natuurlijk wapens op kunnen slaan. Je moet die cocaïne op kunnen slaan. Maar denk ook aan mensen die jou informatie geven. Dat is wijdverbreid. En dan de jonge gastjes waar Madeleine van Torenburg, het Tweede Kamerlid, het over had. Is het denkbaar dat er op dit moment jonge kinderen, jongeren hopelijk geen kinderen, geronseld worden om daaraan mee te doen met succes? Ja, dat is aan de orde van de dag. Daar hoeven we niet bang voor te zijn, dat gebeurt. En nogmaals. En hoe dan? Als jij met 10.000 euro aankomt en je geeft dat, dan koop je loyaliteit mee. En dat gebeurt gewoon. En dat is al gebeurd. Ze spelen ook in op frustratiegevoelens bij jongeren. Hè, die niet aan de bak komen, zich gediscrimineerd voelen. Wat zijn het voor jongeren? Kunnen we daar een profiel van geven? Dat zijn toch vaak jongeren die in de wat moeilijkere wijken opgroeien. In een Overvecht in Utrecht, een Kanaleneiland in Utrecht. Maar ook in andere wijken. Bijvoorbeeld in Nieuwegein, daar heb je ook wijken die niet zo heel erg goed zijn. Ja, en daar wordt... Die zijn gevoeliger voor. Die zijn daar gevoelig voor, ja. Middel om uit de armoede te komen. Precies, snel geld verdienen. En daarmee de luxe die je daarmee kan kopen. Ja, dat is voor toch heel veel jongeren toch wel een aantrekkelijk beeld. En als er dan een zak met geld komt uit Den Haag, want dat is wat ze willen, wat zouden ze daartegen kunnen doen? Nou ja, politie, justitie en de overheid, gemeentes, die zeggen, we moeten het andere verhaal vertellen. Dus we moeten ervoor zorgen dat niet meer zo aantrekkelijk wordt. En dan moet je dus denken aan betere scholing. Ervoor zorgen dat soort figuren die het ronsel alleen al doet, dat die worden weggesneden, zo noemen ze dat. Het andere verhaal vertellen, dat is een deel. Want je denkt dat mensen dit niet weten. En dat ze niet verwachten dat ze bijvoorbeeld bij een school staan. Of ik weet het niet. Ja, precies. Ja, dat is een van de dingen die spelen. Want ik weet niet waar ze staan om ze te ronselen. Nou ja, op schoolpleinen of in shisha lounges. Maar dat gebeurt ook natuurlijk heel veel digitaal. Het gebeurt via de telefoon, via chat apps. En het probleem is dat als je er eenmaal in zit, dan kom je er ook niet meer uit. Als jij één keer een klusje hebt gedaan, probeer dan nog maar eens die tweede keer nee te zeggen. Dus de drempel ligt heel erg laag. En als je erin zit, dan kom je er niet meer uit. En dan de vraagkant. Laatst was hier iemand van de ChristenUnie en die maakt zich ook zorgen over de hoeveelheid drugs die jongeren maar normaal vinden om bijvoorbeeld op een festival te nemen. Dan ging het over LSD trouwens, maar ook over cocaïne. En die vroeg zich af waarom dat toch op dit moment zo gewoon is geworden, alsof ze uit de werkelijkheid willen ontsnappen. Zie je daar ook een taak voor? Die dan ook om daar paal en perk aan te stellen? Of zeg je, nee, dat is toch de vrijheid van mensen om daarvoor te kiezen? Ja, in zekere zin wel. Je bent altijd, heb je eigen keus wat je wel of niet doet. Wat politie en justitie zeggen in dit verhaal is, denk nou na wat je doet. Als je nou dat pilletje neemt of je neemt dat snuifje in het weekend, weet welk systeem je daarmee in stand houdt. Weet dat die cocaïne, dat daar zulke grote belangen mee gemoeid zijn, criminele belangen, dat daar zoveel mensenlevens op het spel staan, bij wijze van spreken. Nou, niet bij wijze van spreken. Ja, nou ja, precies. Daar begonnen we mee, hè? Onschuldige burgers. Ja. Dus zij zeggen, ben je daar bewust van? En als je het doet, ben je dan ook bewust van het systeem dat je in stand houdt. Ja, en toch is het gek, hè, dat van alle harddrugs juist cocaïne, want daar gaat het hier nu over, zo makkelijk zijn weg vindt. Vroeger zeiden ze de jetset, maar ook hele brave burgers die eens een keer gek willen doen, denken, oh ja, een keer cocaïne, wat is dat toch? Ja, het is kennelijk populair geworden de afgelopen periode. En idee. Nee, geen idee. Dat is een raadsel waarom dat zo is. Het is kennelijk voor bepaalde groepen criminelen, die hebben goede lijnen op weten te zetten. Dat heeft er ook letterlijk en figuurlijk. Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel, misdaadjournalist van het AD, Jelle Tieleman, hoorde u. Ook voor het meedenken. En eigenlijk ben je het dus mee eens dat er meer geld moet komen voor... Zeker. Meer onderzoek in de regio Utrecht dus ook. Hartelijk dank.